eens wat ik hier heb. Het is een cadeautje van mij aan Karin. Doe maar eens Karin jarig dan. Nee. Karin die klaagt toch altijd zo dat ze altijd helemaal naar mij toe moet lopen als ze koffie wil, hè? Ja. Ja, nou dat hoeft nu niet meer. Even kijken. Wat is het dan? Het is een gespreksaanlage. Ah. Ja, het zijn er dus eigenlijk twee, maar ik heb de andere helft vanochtend al bij haar op haar kantoor geïnstalleerd. En ik ga deze nu hier installeren. Ja. Dan kunnen we dus op afstand met elkaar contact hebben. Oh. Hé, maar wat handig, dan kun je dus gewoon met elkaar communiceren. Ja, precies. Oh. En weet je wat Karin dus niet weet? Er zit dus ook een soort babyfoonfunctie op, hè? Dan kan ik haar dus stiekem mee afluisteren. Maar dat is voor mij wel handig, want dan kan ik dus proactief dingen voor haar regelen. Oh, even kijken, we kunnen het testen. Ja. Kanaal 2. Dus even als het goed is, nu een sollicitatiegesprek. Ja? Maak een personeelspas, want we hebben een nieuwe medewerker.